Hoofdstuk 2, paragraaf 4. Leren budgetteren. In de vorige paragraaf hebben we besproken hoe het zit met lenen en sparen. In deze paragraaf bespreken we hoe goed spaargedrag kan voorkomen dat je moet lenen. Je gaat het hebben over het verband tussen budgetteren en een begroting. Je leert drie soorten inkomsten en uitgaven. Je leert wat reserveren is en welk voordeel het heeft. En je oefent een reserveringsbedrag berekenen. We beginnen met het NIBUD. NIBUD is het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. En dat is een instantie die Nederlanders eigenlijk op de hoogte stelt van dingen als het gaat over geldzaken. Zij verzamelen ook heel veel informatie over Nederlands geldgebruik en daarop baseren ze die voorlichting en die informatie die ze weer geven. Een voorbeeld van de dingen die het NIBUD doet, is voor jullie misschien interessant, is het berekenen van hoeveel zakgeld kinderen van jullie leeftijd gemiddeld krijgen. Dus je zou ze kunnen opzoeken op hun website, hoeveel zakgeld jouw leeftijdsgenoten allemaal krijgen. En dus even thuis kunnen navragen of je wel genoeg krijgt. Als je toch op die website bent, kijk gerust eventjes rond wat voor interessante dingen er nog meer te vinden zijn. Budgetteren, daar gaat het NIBUD ook vooral op in. En budgetteren betekent het afstemmen van je inkomsten en je uitgaven. Die inkomsten en die uitgaven die hebben een bepaalde oorsprong. Namelijk je inkomsten kunnen komen uit arbeid, bijvoorbeeld loon, of uit bezit, bijvoorbeeld rente, of als je iets verhuurt, huur. Of uit overdracht, dat is een inkomsten waar je niets voor hoeft terug te doen, bijvoorbeeld zakgeld. Aan de andere kant heb je ook uitgaven, en die uitgaven delen we ook weer op in drie verschillende soorten. Namelijk vaste lasten, bijvoorbeeld de huur. Als jij een bepaald bedrag iedere maand of ieder jaar moet betalen, een abonnement of een huur, dan noemen we dat vaste lasten. Huishoudelijke uitgaven, bijvoorbeeld de supermarkt, uitgaven die je doet om in je dagelijks leven te voorzien. En incidentele uitgaven, bijvoorbeeld kleding. Af en toe moet je eens nieuwe kleding kopen, af en toe moet je eens iets repareren of iets vervangen. Dat is een incidentele uitgave. Met behulp van een begroting kun je eigenlijk die inkomsten en die uitgaven op elkaar afstemmen. En dat noem je dan budgetteren. En wat we eigenlijk doen is het volgende. We gaan op een rijtje zetten hoeveel inkomsten we hebben. Bijvoorbeeld 1800 euro loon, 10 euro rente en 220 euro kinderbijslag. En vervolgens gaan we die uitgaven ernaast zetten. We hebben 780 euro huur, 350 euro in de supermarkt en 200 euro aan kleding. Dit is bijvoorbeeld per maand. Dit noemen we een begroting. We gaan op een rijtje zetten hoeveel inkomsten en uitgaven we hebben. En als we dan die totaalbedragen bij elkaar optellen, dan krijgen we aan de inkomstenkant een totale inkomsten van 2030 euro. Aan de totale uitgavenkant krijgen we een ander bedrag, namelijk 1330 euro. Nou, wat zien we nu? We zien dat er een verschil is. We hebben namelijk meer inkomsten dan uitgaven. Dat is prettig. Een goede begroting zorgt er ook voor dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven. En dat betekent dat je goed aan het budgetteren bent. Goed je inkomsten en uitgaven op elkaar aan het afstemmen bent. Nou, wat doe je nou met dat overschot? Wat doe je nou met het feit dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven? Daarmee kun je reserveren. Je neemt je inkomsten, haalt daar vanaf je uitgaven en dan weet je wat je overhoudt om te reserveren. Ja, en reserveren is eigenlijk een ander woord voor sparen. Dit kun je besparen voor latere uitgaven. Bijvoorbeeld, denk terug aan de paragraaf over sparen. Zo'n incidentele uitgave of een onverwachte dringende uitgave. Er gaat iets kapot, je hebt er nu geld voor nodig, dus je wilt het nu ook vervangen. Daar is een reservering hartstikke handig voor. Als je geld overhoudt, kun je dat reserveren. Dat reserveren doe je met het voordeel dat je altijd geld achter de hand hebt en je verdient er ook wat spaarrente mee bij de bank. En zo hoef je dus niets te lenen als je onverwachte grote uitgaven moet doen, want als je altijd geld achter de hand hebt, hoef je niet te lenen. Ja, en als je niet leent, hoef je uiteindelijk ook geen kredietrente te betalen. Dat scheelt ook weer geld. Dus je verdient geld aan het feit dat je reserveert en je bespaart ook nog eens. Dat is eigenlijk win-win. Je leert het verband tussen budgetteren en een begroting. Je leert drie soorten inkomsten en uitgaven. Je leert wat reserveren is en welk voordeel het heeft. En je kunt een reserveringsbedrag berekenen. Aan de hand van deze opgave kun je eens controleren of je de leerdoelen ook bereikt hebt. Lukt het je nou niet? Of heb je andere vragen of opmerkingen? Daar zie ik die heel graag terug in de reacties. Ik wil je bedanken voor je aandacht en graag tot volgende keer.